De Road to het Gamersnet eSports Team wordt mede mogelijk gemaakt door MSI, Samsung en computerbestel.nl. Moeten we vandaag niet een video maken met e-sport? Ja. Er komt wel iets van bij. Dat was mijn Gamersnet Rebel kreet. Wat is je Gamersnet Rebel kreet? Hij was enthousiast, maar... Jazeker, Gamersnet Rebels, come on guys, come on, come on. Je ziet dat het stadion zit er vol. Ik kan het zeggen, je ziet ze niet, ze zijn allemaal achter de camera die mensen, maar echt massa's echt, mensen komen iedere graf. Absoluut. Ongelooflijk. Jongens, bedankt voor de inzendingen van alle t-shirts van vorige week. We hebben een super vette inzending gehad. Ze waren echt tof. Echt super vet. Even te sum up, we hebben dus fase 1 gehad, de naam Gamersnet Rebels. Fase 2, het logo, dat is vorige week gewonnen door Martijn. Ook deze week vroegen we jullie, maak de jersey. We hebben hier een aantal voorbeelden. Wat vind jij bijvoorbeeld een leuke? 5 in totaal. Nou, ik vond bijvoorbeeld degene met de schuine streep door het midden. Ja, vond ik wel gaaf. Hij is anders dan anderen, zeg maar. Out of the box. Out of the box. Er was een hele vette witte nog ingezonden. Nou, je ziet er een paar langskomen. Super bedankt voor de inzending. Ik wil ook even David bedanken dat hij deze items ook op dus David Games zet. En geretweet inderdaad. En zo. Ja, want hij vindt het ook een vet project wat we hebben hier. Dus bedankt daarvoor. Wij doen heel erg ons best. Dat zie je ook hier in de zon. Ja, echt onwijs hard aan het werk iedere keer. Voor jullie natuurlijk. Maar er kan er maar één winnaar zijn. En hij komt nu in beeld. Ik wil gewoon een applausje voor de t-shirt hoor. Echt goed gedaan. Knap werk. Het ziet er echt strak uit. Ja, we gaan nog een paar kleine dingen fine-tunen met de logo-positie die we iets anders willen. Maar verder, design is... Ik kan het zeggen. Over het algemeen is dit gewoon het shirt. En damn, wel ben ik er blij mee. Ja, want er waren ook mensen die vroegen over de Games Rebel zit. Het logo is nu iets anders. Hij heeft nu klauwen. Dat is dan nog een klein stukje feedback wat wij dan nog vragen. Inderdaad, is dan zo. Kan gebeuren, weet je. Dat met klauwen is gewoon net iets agressiever, net zoals wij zijn. Dat willen we. Ja, echt hè. Winnen. Kortom, de eerste 3 stappen zijn voorbij. We hebben nu een shirt. Dat wordt echt eind deze week besteld. Dat is over 8 weken hier. Dan bestaat het shirt. 8 weken leeftijd. Dan is helemaal gewoon... uit Turkije. Uit Turkije? Ja, dan wordt hij gemaakt. Nice. Weet ik toevallig. In ieder geval kwaliteit. In ieder geval kwaliteit. Mijn lijst hangt al klaar aan de muur. Hij is leeg. Ik heb net een shirt eruit gehad. Brand. Snap shirt. Komt de Gamersnet Rebels komt er nou. Dat snap ik heel goed. Ja. Snap heel goed, hoor. Zo zeggen, ja. En dus we hebben nu de naam, de logo en het shirt. We gaan nu naar de rest van de fases. Want de laatste 2 fases waren een beetje lastig voor heel veel mensen. Want ze hebben ook designers meegedaan. Moest allemaal dingen gemaakt worden inderdaad. Ja. En dan de ene straat net iets beter dan de andere. En dan komt je idee misschien net niet over. En daar zijn we ook wel blij om. Want we willen natuurlijk een mooi shirt. Dus we zijn blij dat de designers hebben meegedaan. Maar nu kan echt iedereen weer meedoen. Want ronde 4 is verzin het Gamersnet clublied. Het Gamersnet, ja. En als je het te klein gezegd vindt, je mag gewoon zeggen Gamersnet volkslied. Volkslied, ja. Volksjel vind ik ook prima trouwens. Jel, het mag een jel, ze mag niet. PSV bijvoorbeeld voor rood-wit gezongen, voor mannelijke kracht. Rood-wit gezongen, voor mannelijke kracht. Zoek even wat van die clubs op. Hand in hand kameraden, hand in hand Feyenoord. Eén keer natuurlijk iedereen. Allemaal. Ja. Hoe heet het? Lennart zegt altijd, je nek zit hier, NEC zit hier. Het zijn van die mooie slogans, van die... I don't know, we willen gewoon... Precies, het moet klappen, het moet eruit springen. Wij moeten daar in die zaal staan en mensen moeten zeggen van... De Gamersnet Rebels zijn er weer, want we horen alleen maar liedjes. Ja, dit is wel dit nummer, jouw nummer, wat jij gaat schrijven. Ja, dus zoek liedjes bij elkaar, verzin teksten, mooie rijmelarij. Van lik me vestje, maar ook vette. Hoeft allemaal niet te diepgaand, het blijft natuurlijk e-sport. Het blijft e-sport, gewoon vooral iets wat lekker krachtig is. Ja. En mooi eruit kan komen, zodat mensen zeggen van wauw. Ja, dit moeten we hebben. Dus jongens, maak het clublied. Volgende week gaan we dus een clublied uitkiezen, selecteren, die jullie hebben ingestuurd. Dat kan je doen hier in de reacties met linkjes. Je kan het sturen naar prijsvraag@gamersnet.nl. Je kan het tweeten, je kan het Facebook, je kan alles wat jij wil. Wat jij wil, maak namen gereed uit. Doe gewoon je best. Je kan weer een jersey winnen. Sowieso de moeite waard. Die is er over 8 weken, of over 8,5. Hoe heet het? 10 september hebben wij een Gamersnet Vriendendag. Ja, ook al zeg je, bijna vergeten. Ja. Zo op en aan het gaan in de zondag dat ik gewoon bijna vergeten was. Maar inderdaad, er is een Vriendendag. Ja, maar daar willen we hem opnemen.
Dan gaan we hem opnemen. Dan wil ik dus met alle gamers net als die er die dag zijn, wil ik achter een microfoon zitten, dan gaan we met z'n allen dat clublied nice. Opnemen. Een soort, weet het, band-aid, maar dan, voor, yes. Maar dan bij gamers net. Voilà, dat wil ik dus gaan doen. Dus... Allemaal topzangeressen en zangers. Ja. Ja, maar dat maakt niet uit. Als je in een groep bent, maakt het niet uit. Ja, dan kan het gewoon, hè? Dan kan alles. Dus jongens, doe je best. Het games, het clublied, games, het volkslied, games, het yell, verzin iets. Stuur het in prijs@gamers.nl of naar wherever je zin hebt. Ja, zolang het maar bij ons komt. Daar komt het eigenlijk op neer. Ja. Ja, laat ook weten wat je van het shirt vindt, jongens. En ik kan het zeggen. En houd het een beetje in de gaten, want de komende week gaan de Gamers at Rebels gaan de kwalificaties spelen voor ESL Benelux. En daar gaan wij zeker nog eventjes dieper op in. Absoluut, daar wordt nog meer over besproken. Dat binnenkort op Gamersnet. Voor jou is de opdracht duidelijk. Maak het Gamers at Clubslied, Volkslied. Games at Rebels Club. Weet je het maar ook gewoon in Games at, ik weet niet, Games at of Games at Rebels. Kijk maar. Ik kan zeggen, doe maar wat. Doe maar wat. Succes jongens deze week. Super tof. Volgende succes. Volgende week hebben we echt een hele vette stap. Ja? Dat is dan met... Oh ja. Ja, snap je? Ja, ja. Echt heel oh, die wordt echt tof. Ja, ik ga echt Lennart zien huilen.